Mevrouw, u staat vrij achter in de rij. Heeft u enig idee hoe lang u moet wachten? Ik heb gehoord 3 à 4 uur. Maar ja, ik had niet voor niks een boek meegenomen. Dus ik wilde er heel graag in. Ik heb al jaren gehoord dat, dat er een tunnel is onder de grachten door. En dat je er nu doorheen mag lopen. Dat lijkt me geweldig. Een enorme rij bij de Poentunnel. Ja, hoe druk is het? Ja, te druk eigenlijk. Er staat nu al een rij van 3,5 uur. De eerste mensen stonden om 8 uur voor de deur. Dus kom alsjeblieft gewoon eigenlijk niet meer. Want we kunnen je gewoon niet meer binnenlaten. Ja, ik wilde al om 10 uur komen, maar iets vertraagd. En nu is de rij dus 3, 4 uur. Helaas. Dus op zoek naar iets anders. U bent bijna aan de beurt. Nou, dat vind ik fantastisch. Daar heb ik al die tijd gewacht. Hoe lang staat u inmiddels al in de rij? 1 uur en 1 kwartier. Dat heeft u er allemaal voor over? Ja, ik vind het wel heel bijzonder om dat te kunnen gaan zien. Wat denkt u te zien? Een tunnel. Ja, ik was wel van plan om er te gaan, maar toen bleek dat we 3 uur moesten wachten. Dat gaan we niet doen. Nee. Ja, en wat denkt u dan als u al deze mensen ziet? Nou, ik snap niet wat je bezielt om 3 uur in de rij te gaan staan om iets te zien wat helemaal niet bijzonder is. Ik ben gewoon heel benieuwd hoe dat aanvoelt ook om door zo'n tunnel heen te lopen. Omdat je onder de gracht doorgaat. Was het de moeite waard? Ik vond het heel erg de moeite waard. Ik heb ervan geweten en nu weet ik hoe het is gegaan. Ik heb hier letterlijk onder het water gelopen. En geweldig dat Amsterdam dit heeft kunnen bouwen.